Hoe krijg je wat je wilt? Hoe je krijgt wat je wilt is door heel goed na te denken over wat dat precies is. Heel weinig mensen doen dit en ik wil je een tool gaan laten zien hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Hoe je het een beeld kan geven wat jij precies wilt. Als je dit doet, dan gaat het van heel vaag, dat is wat ik vaak hoor. Dus ik vraag aan mensen, wat wil je precies? Ja, ik wil gespierd worden, ik wil sterker worden, ik wil strakker worden. Ik wil een halve marathon kunnen lopen en ik wil wel soepel en flexibel blijven. En ik wil van alles een beetje. Wat ervoor zorgt dat je aan het eind van het jaar helemaal niks hebt bereikt. Wanneer jij één van die dingen echt een duidelijk doel geeft, dan gaat het heel snel. I don't focus on what I'm up against. I focus on my goals and I ignore the rest. Als je echt precies weet voor jezelf wat je wilt, dan ga jij gewoon voor je eigen doel. Voeding is het gespreksonderwerp nummer 1, voeding en training. En als iemand met informatie komt, wat hij wil delen over iets wat hij aan het proberen is, dan is mijn vraag altijd, wat is precies je doel? Wat wil je bereiken? En bereik je dat ook echt met wat je nu zegt? En dan ga je echt kijken of het werkt wat diegene doet. Voor hem of voor haar. En dan kun je voor jezelf kijken. Oké, ga ik dat ook doen? Maar je neemt het niet klakkeloos aan als waar. Omdat jij zelf een duidelijk doel hebt. Hoe creëer je dat doel voor jezelf? Dat doe je door autosuggestie of zelfsuggestie. Autosuggestie of zelfsuggestie is het verschijnsel dat eigen gedrag, suggestie, een positief of negatief effect kunnen hebben op lichamelijke of geestelijk welzijn. Hoe jij denkt over jezelf, dat is wat jij creëert. De omgeving die jij om jezelf heen creëert, dat is afhankelijk van wat jij gaat bereiken. Dat is heel erg afhankelijk van hoe je ervoor staat. Even als voorbeeld, het gaat je heel veel makkelijker af als jouw partner waar je mee samenwoont, hetzelfde voedingsprogramma gaat volgen als dat jij doet. Dat is heel veel beter wanneer dat niet zo is. Een ander voorbeeld is wanneer, en dit hebben sommige mensen, wanneer iemand een hand of alleen al een vinger kwijt is, dus die is eraf, die is weg, die is feitelijk weg, kunnen de hersenen, die kunnen het nog steeds voelen. Die nemen nog steeds die vinger waar die daar ooit zat. Die vinger is feitelijk weg, maar die wordt nog wel gevoeld door het lichaam omdat dat geprogrammeerd is. En autosuggestie of zelfsuggestie is letterlijk jezelf programmeren. En ik wil je laten zien hoe je dat gaat doen. Dat ga je doen door na te denken over wat je precies wilt. Laten we als voorbeeld nemen een strakkere buik. Hoe zie jij voor je hoe een strakkere buik eruit ziet? De beelden die je daarbij ziet, die jij daarbij ziet, kunnen heel anders zijn dan iemand anders. En voor mij, om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat ik precies weet hoe dat eruit ziet. Dus je gaat een moodboard voor jezelf maken. Dit is een voorbeeld van een klant die zei dat ze een strakke buik wilde. Dit is heel anders dan bijvoorbeeld deze strakke buik. En het algehele lichaam. En dit is ook weer heel anders. Dit zijn verschillende klanten die dit hebben doorgegeven. Die hebben gezegd, dit wil ik bereiken. Dan heb je ook een heel duidelijk beeld voor je hoe dat eruit ziet. Natuurlijk ga je nooit niet precies dit bereiken, maar je kan wel met voor- en nafoto's, met andere doelstellingen bijvoorbeeld, wanneer je gewicht eerst niet omhoog kan tillen en daarna wel. Dat kan met snelheidsmetingen voor bijvoorbeeld een halve marathon. Het is aan mij om jou te helpen bij de beeldvorming van het doel wat jij wilt bereiken. Dit heb ik voor mezelf als powerlift doelstelling, heb ik dit naast mijn bed gehangen. Dit heb ik 2 keer op een dag gezien. Dus ik heb mezelf, mijn omgeving, heb ik mezelf ermee gehersenspoeld, om het zo maar even te zeggen. Ik heb plaatjes gezocht van iemand die 250 kilo optilt, een plaatje gezocht van iemand die 180 kilo squat en een plaatje gezocht van iemand die 150 kilo bankdrukt. Door dit te doen heb ik dit 2 keer op een dag gezien en heeft mijn brein opgenomen dat dit heel goed mogelijk is. 2 keer op een dag. En dat is ook waarom het elke dag makkelijker ging en waarom ik elke dag dichter bij mijn doel kwam. Dus zoek voor jezelf plaatjes via Google afbeeldingen om te kijken wat jij wilt, hoe dat eruit ziet. En maak een collage voor jezelf dat je die doelen waar kan maken omdat je ze elke dag voor je ziet.
En als jij weet waar punt B is, dan is het aan mij en aan jou om te kijken waar punt A is. En dan kunnen we heel meetbaar gaan creëren wat jij wilt. Echt waar, je onderscheidt jezelf als je dit doet. Het geeft vrijheid in je hoofd als je dit doet. Als jij precies weet wat je wilt, dan kan je ook bereiken wat je wilt bereiken. Veel mensen weten één van deze twee dingen. Waar ze staan of waar ze naartoe willen. Eén van die twee dingen. Ik wil sterke, strakke, gespierde halve marathon en in het weekend een biertje kunnen drinken. Of ik ben nu ongezond. Ik voel me nu energieloos. Ik ben nu te dik. Puntje. Als jij weet waar je naartoe wilt en je weet waar je nu bent, dan kan niemand anders jou tegenhouden behalve jouzelf. En dit geeft vrijheid. Want dan ben jij de enige die verantwoordelijk is voor wat jij wilt creëren voor jezelf. En dat geeft vrijheid. Dus ga voor jezelf heel goed bedenken wat je wilt. En ga kijken waar je naartoe wilt. En dan ga ik je helpen met waar je staat. En dan kan je het nieuwe jaar kan je zo super goed mogelijk beginnen om je doel te bereiken. Als je vragen hebt, hoor ik het graag. En heel veel succes.